Keuterberg, 1700 meter lang. Met een stijgingspercentage. We hebben het gezien van 22%. En daar komt Wampers. Luid applaus. Plankaart in het wiel. Van Lanker als derde. En Wampers geeft gas. Mooi om te zien dit. En waar zijn de achtervolgers? Hier zijn ze. De achtervolgers met Adje Wijnands, met Verhoeven, zag ik daar. Met Van Hooijdonk, Edwig, de leider in het wereldbekerklassement. Nog een vrij grote groep zagen we daar passeren. We zijn hier bij de leiders. Met Wampers nog steeds op kop. Gevolgd door Plankaart en Van Lanker. En daarachter komt Steven Rooks. Oh, dat gaat nu heel snel van achteren. Ik denk dat we een hergroepering krijgen op bijna voor de drie. Prachtig om te zien. En daar komt Steven Rooks. Jawel, onmiskenbaar. Wat een cadans, wat een elan. Hij danst op de pedalen, Steven Rooks, en komt nu bij de motoren. Wampers, Van Lanker, Plankaart. Vlak daarachter Steven Rooks, die niet door kan. Rooks, de grote favoriet, sluit aan bij de kopgroep. De rest van het peloton met Van der Poel, met Lauritsen, met Edwin van Hooijdonk, Adje Wijnands, met Frans Maassen, met ook nog Van Ochtzouw daar. Lauritsen gaat hiermee voor Roots, Breukink, Wijnands, De Wilde, Teunissen, Mechler. Ik noem zomaar wat mannen op die ik in een flits zie. Bomans. Dat is de eerste groep. Peter Haringskamp hier. Pieraar. Van Einde. Cornier. En Uyli die achterop was geraakt. Een machtige klim. Die veel vraagt van het uithoudingsvermogen. Van Moten. Die grote man. Kloos komt het allemaal voorbij door de vaste camera's die wij daar hebben op die Keutenberg. Hierboven op de vlakte is een gaatje gevallen van een meter of 50 van de eerste naar de tweede groep. Teun van Vliet leidt de tweede groep in ieder geval. Ik rijd door naar voren en dan kom ik bij het pelotonnetje Rooks dat daar nog een meter of 40 voor zit. Dus we hebben drie groepen op het ogenblik. De kopgroep van vier. Daar zit een groep van 20 man achter met Edwin van Hooijdonk, met Adrie van der Poel, met Ad Wijnands. En daar weer achter een meter of 50 een groep van een man of 50. Het was machtig om te zien hoe Steven de Rooks daar als koning van de bergen in de Tour de France ook zijn faam bewees en naar die drie toe danste. Maar de achtervolgers zijn niet ver. We gaan de afdaling in, dat is een gevaarlijke afdaling van 18% met beneden een put in de weg. Dus het is uitkijken daar voor de renners. We kijken even, oh, een helemaal verbrokkeld peloton in 5, 6, 7 groepen. Mooi om te volgen zo vanuit de lucht. En het is nu man tegen man, hè? En de tweede en derde groep lopen nu samen in elkaar. Nog altijd de vier. Waarvan u de namen kent. En waarvan Rooks een schitterende indruk maakte. En dan kijken we naar het verschil. Nou, 75 meter. Snelheid hier 90 kilometer naar beneden toe. Dit is de kopgroep met Plankaart aan de leiding. Wampers neemt over, Rooks in derde positie, Van Lanker als vierde man. Rooks in tweede.
We zijn in Stockholm. Hier is Wampers. Nog 39 kilometer. Rooks neemt over, die wil wel. Heeft al eens ooit de goldrace gewonnen en werd twee keer tweede. En daar krijgen we dan de aansluiting. Jawel, hij is er weer. Steven Roach, de wereldkampioen van 1987 en de Tourwinnaar en Giro-winnaar van dit jaar. Prachtig gedaan. En hier zijn de anderen. Met Dag Otto Lauritsen, met Bauer die hier aan het drinken is. De eerste groep is dus terug bij de vier koplopers. Vooraan een hergroepering. En dan zit er een gat van 50 meter naar de groep van Vliet toe. En daar zit Mark Sergeant ook nog bij. En die gaat ook nog aansluiten zo. We zien hier Kuhn. We zien hier ook Peter Stevenhagen die het leuk gedaan heeft. Hier Steven Roach. Steven Roach. Die door Van Lanker wordt gepasseerd. Roach kwam terug eigenlijk aan de top in Parijs-Nice van dit jaar. Hier is Peter Stevenhagen. Goed gedaan. Dit is de Rus Kuhn. Daar is Erik Breukink. Die stilaan moet gaan bewijzen dat hij terug in vorm komt. Johan Lammert zit naast Breukink. Dit is Kuhn. Heeft tegenwoordig de Noorse nationaliteit en rijdt even van de rest weg. Na die afdaling, wie doet wat? We zijn op weg naar Wielree hier. 38 kilometer nog. Lauritsen rechts. Rooks denkt, ja, maar we laten die Kuhn zomaar niet gaan. En er komt aansluiting van achteruit. Misschien dat het op de motor te zien is. Daar komt de groep Mathieu Hermans, steun van Vliet terug. We zien het, Mart. We kijken naar Breukink hier links in beeld. Die ziet ook dat er veel renners terugkomen. Edwig van Hooijdonk, de nummer 1 in het klassement om de wereldbeker. Winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Ook terug. Van Lanker gaat weer op de pedalen staan. Verhoeven, Bauer. Daar gaat Bauer. Hier is hij, de Canadees. Die voor zoveel opschudding zorgde in het wereldkampioenschap. We kijken even naar Kuhn. Die daar zo heel geniepig zo wegsloopt. Geen demarrage, wel nee, zo is even. En wegwezen. Janusz Kuhn. Uit de ploeg van Eddy Plankaert. Verschil 40 meter. Aanvankelijk wist men niet goed wat men aan hem had. Het was een stille, introverte, ingetogen jongen die uit Rusland in een hele andere wereld terecht kwam, de westerse wereld. Zijn familie bleef achter en hij moest zich in een zo hard milieu als dat van het profielrennen waarmaken. De reacties van achteren. We zien Van Hooijdonk hier op kop van dat groepje met Lauritsen in het wiel die nu overneemt. En daarvoor rijdt nog dit groepje, waarbij wij opmerken Madiot, Mark Madiot, Wampers, maar dat loopt samen. En de laatste man die overblijft is Giannetti, vanuit de ploeg van Bauer, Marco Giannetti. Daar komt Mark Sergeant rechts in beeld. En een demarrage van Mechler. Erik Mechler. Hij wordt gevolgd door Van Lanker. En dan valt het even stil. Dus Kuhn, Mechler, Van Lanker. We zijn in Wittem. En we gaan zo aanstonds met nog 36 kilometer voor de boeg links omhoog draaien naar IJs. En dit loopt weer omhoog. Voor deze twee rijdt dus Janusz Kuhn. En hier komen de andere onder leiding van Van Hooijdonk. Jos Haaks aan de leiding nu. Die heeft Mechler en Van Lanker achterhaald. Teuntje van Vliet, Lauritsen.
Lammertink. Ik bedoel Lammerts. Lammertink is gevallen, die rijdt niet. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Adrie van der Poel daar. Jos Haaks. Een man uit de ploeg van Kriek Lyon. Liekens gaat naar voren, Jeff Liekens. Dat komt zo omdat Mark Sergeant net opdracht heeft gegeven aan alle mannen van Hitachi om naar voren te rijden. Hij doet dat hier van achter uit die groep. Ik zit er net achter. Hij heeft die opdracht gegeven. Hij zegt koersen nu. Hoeveel mannen zijn daar bij elkaar gekomen ongeveer, Mart? Dat zijn 22 man bij elkaar. Eén koploper, 22 dus, erachter met Van Hooijdonk hier rechts in beeld. Derde in Parijs-Roubaix. Ondanks een lekke band in de finale. En winnaar zoals gezegd in Vlaanderen. In het hondsweer en de kou. 22 jaar pas. Is afgelopen week ziek geweest. Reed in de Waalse Pijl maar 91 kilometer mee. En stapte toen heel verstandig af in de plensregen. Steven Roach hier op de rug gezien. Maassen zit daar nog bij. Daar zit ook bij Vincent de Wilde. Bartow is de man die bijna achteraan zit. En ook nog, terwijl we weer met de motor naar voren gaan, hebben we helemaal achterin nog twee Nederlanders die we niet voldoend hebben. Daar is Jantje Simons en er is Mathieu Hermans. Haaks op kop voor Van Hooijdonk. We zagen ook Bauer. We zagen de Wilde. Van Hooijdonk. We zijn in ijs, bijna. Een beetje vreemde situatie op het ogenblik. Het is een status quo, er wordt niet hard gereden. Men zit elkaar nu allemaal aan te kijken en het is nu wachten op wat er achterin gaat gebeuren. Iedereen heeft nu al naar achter gekeken en er zal nog wat bij gaan komen. Dat is merkwaardig, omdat in deze groep van 22, daar zit alles wat je hier mag verwachten voor een fantastische finale. 10 man komen erbij, Mart, dat zien we hier uit de lucht. Dus dan wordt dat groepje zo'n dikke 30 man en daar rijdt de eenzame Janusz Kühn. Kelly komt terug, Gert-Jan Teunissen komt terug, Madio komt terug, Jean-Philippe van der Branden, Leclerc. Eens kijken, dat zijn 10 man en Mark van Hoogshout. Dus we hebben nu een groep van 30 man vooraan. Nog 33 kilometer zag u. En we hebben nog de Vromberg te beklimmen, de Kouberg en de Berg in Geulhem. Haaks aan de leiding. In dienst van Mark Sergeant. Ja, er zit er veel weerstand vandaag in het peloton. Dat hebben we gezien bij de vlucht van Fignon en Van Vliet en Anderson en Bernard. Mark Sergeant hier, Mathieu Hermans, Madio, Roach, Bauer. Ik ben benieuwd hoe lang Mathieu Hermans vandaag meegaat. We weten uit de Ronde van Vlaanderen dat hij de duurinspanningen over zoveel uren goed aan kan, gezien de gewijzigde training. Klimming van het IJzerbos met Yvon Madio. De broers achter elkaar. Yvon voorop en aan het wiel Mark. De twee Madio's. Hermans, Lauritsen, Sergeant, Roach. Opvallend natuurlijk dat in deze groep in eerste instantie Kelly en Teunissen ontbraken, maar die kwamen wel heel rap terug samen. Dus heeft dit jaar eigenlijk de Keutenberg niet als de scherprechter gefunctioneerd. Roland Leclerc gaat naar voren. Fransman in Spaanse dienst. Lauritsen demareert. Probeert het althans.
Een Noor die ooit als parachutist naar beneden kwam. Zijn parachute ging niet helemaal open en hij brak een knieschijf. Ging uit revalidatieoverwegingen fietsen en is dat maar blijven doen. Lauritsen, sergeant, Roland Leclerc. Dat zijn de posities achter Kuhn. Het gaat hier vrij snel omhoog. Lauritsen komt niet los. Sergeant demareert. Op dit terrein heeft hij vorig jaar de laatste etappe van de Ronde van Nederland gewonnen. Rooks in vierde positie. Roach zit goed mee. Ik heb wel meer hier achter een kopgroep naar boven gereden. Dan vielen er altijd mensen af. Nu zijn we met z'n allen naar boven gereden. Ah, maar nu gaat Steven Rooks toch tempo maken. Lauritsen in het wiel. De bergkoning uit Noord-Holland. Tweede in de Tour vraagt aan de motor of hij alsjeblieft wil opdonderen. Maar ja, de mensen thuis moeten ook wat zien, hè. Ze kunnen Kuhn op het ogenblik makkelijk zien, omdat we op zo'n plateau zitten. En als ik dat nou eens moet schatten, dan zeg ik dat het een metertje of nou 100 is. De groep inmiddels daarachter is toch gebroken. Het zijn twee groepjes en ik zal proberen snel naar die tweede groep te kijken wie daar nog bij zit. Mathieu Wermans in ieder geval heeft het contact verloren, zo te zien. Roach zit nog in die eerste jachtgroep. Rooks natuurlijk, Lauritsen. Hier zien we het verschil. Voilà. Die mannen hebben dus enige problemen met de hellingen. 21 moeten er vandaag beklommen worden. En het zijn de ritmewisselingen. Dan weer met de kleine versnelling, dan weer met de grote versnelling. Die de meeste renners de benen breken. Dit is de eerste jachtgroep. Met dus zeg maar Rooks. En daar rijdt Kuhn. Oh, die heeft niet veel hoor. Hedwig van Hooijdonk heeft ook het contact verloren. Ja, je moet dat kunnen, hè? Die ritmewisselingen. Ronde van Vlaanderen, dat is toch iets anders. Ik zie dan nog Rooks, ik zie dan nog Leclerc, ik zie Madio. Lauritsen op kop voor Rooks. Het verschil tussen de twee groepen is een 200 meter op het ogenblik. Op kop dus Lauritsen, in tweede positie Rooks. Dan daarachter rijdt Sergeant. Dan komt nu naar de derde positie Leclerc. Je hebt 13 man in deze groep zitten, Jean. 13 man en dan een gat van 200 meter en dan een dikke 20. 1, 13 en 20. Hermans wil rijden in de tweede groep en niemand kan daar meer rijden. We gaan nog proberen om ernaast te komen om te kijken wat er nog meer in zit. Hier komt Roland Leclerc aflossen en dat is Mauro, moet ik zeggen. Gianetti, Breukink, Roach, Leclerc. Steeds meer mannen uit die eerste groep sluiten aan. Gilles Deleon zag ik, Rooks, Marc Madio. Kelly heeft de slag gemist, Teunissen, Lammerts, Atje Wijnands, Adrie van der Poel, Frans Maas, Nico Verhoeven. Die zijn er niet bij, die zitten dus in die tweede groep die wij nu hard voorbij gaat. Jean-Philippe van der Branden is er niet bij, Teun van Vliet is er niet bij, Mathieu Hermans en die Plankaert. We zijn er door, de rest is door naar voren toe. We zien hier met 33 nog altijd Van Lancker, die heel goed rijdt.
93 is Eric Boyer, een van de uitblinkers in de Tour de France. En de Noorse Rus is er bijna aan. Roach hier. De Fromberg is dit. Een van die hellingen in de finale. Roach met Giannetti. En daarvoor rijdt Van Loenhout. Hier is Kuhm, die wordt bijgehaald. Roach gaat langs Kuhm. En daarachter hebben we dan heel keurig gedaan de debutant Van Loenhout in derde positie. Demarrage van Steven Roach. Kuhm kijkt, ja, die heeft genoeg gedaan. En daar gaat Erik Breukink in de achtervolging met Leclerc. Hier ziet u dat moment dat Janusz Kuhm achterhaald wordt nadat hij een tijd lang solo heeft gereden. En meteen daar de Ier uit Dublin, tegenwoordig al jaren wonend in Parijs, die er vandoor gaat. Kijk maar. Roach met Leclerc, met Erik Breukink. En dat is Eric Boyer, vijfde in de Tour. Steven Roops, Gilles Dillion. Gilles Dillion, de Fransman uit de ploeg van Cuckley. Gaat daar er vandoor. Roops reageert, Lauritsen ook. Roach heeft 50 meter, hier is Leclerc. Dan komt Boyer, Sergeant, Marc Madiot. Van Lanker, Bauer. En vooraan is alles weer bij elkaar. Steven Roach wil wel, maar hij kan nog niet. Want zijn dijbeen was in januari 6 centimeter minder in omvang dan het vorig jaar na die knieoperatie. Hier de nummer 181. En in februari was het nog 3 centimeter minder in omvang. Hij heeft nog steeds een dunner linker dijbeen door die operatie. Die spieren komen heel langzaam terug. Vandaar dat hij ook nog niet de macht heeft van voorheen. Steven Roach. Toch alweer klasse, hè, om uit zo'n dieptepunt terug te komen. Hij heeft gewanhoopt. Hij ging op consult bij de arts van Bayern München in München. En die heeft hem met een geweldig zware therapie er weer bovenop geholpen. Steven Roach, 29 jaar. Tourwinnaar, wereldkampioen, Ronde van Italië winnaar. Demarrage, Leclerc. Gilles Dillion rijdt op kop. Roops neemt over. Jonge Fransman hier met 112. Let u erop voor de toekomst. Lange haren, maar het zit goed in elkaar atletisch. Het verschil tussen de kopgroep en de groep daarachter is 20 seconden precies. De reactie dus achter Leclerc met Breukink, dacht ik, en Dillion. Daar gaat die grote Fransman. Hier Dillion en Breukink. Of is het Van Lanker? Uit de lucht moeilijk te zien. Dillion in ieder geval en het is Van Lanker. Het is Van Lanker. Die gaan aansluiten bij Leclerc, neem ik aan. Merkwaardig is dat Steven Roach niet vooruit komt op het ogenblik in de kopgroep. Die zit helemaal in het laatste wiel. Ja, want we zien hier toch een 75 meter intussen. Drie man, Leclerc, Gilles Dillion en Van Lanker. Die toch een grote dag moet hebben. Kom op. De achtervolgers met Roach. Bauer rijdt het gat dicht met Breukink.
Ja. Hergroepering. En er komt weer een nieuwe uitval. Een man van Post, Breukink. Madio reageert. En het was Lauritsen met Breukink die het probeerde. Lauritsen nog maar weer eens. Maar dat is getelefoneerd zoals men noemt. De Noor wil wel, maar daar zit geen snelheid achter. Ze sluiten zomaar aan. Het is tempo maken. Ja, we rijden hier 65 kilometer op het ogenblik. Er is wat boosheid bij de renners nu vanwege de positie van de cameramotor, zie ik. Rooks bijvoorbeeld heeft zich opgericht en maakt armgebaren. Dat is een van de weinige keren dan dat ik een renner zie en hoor protesteren tegen publiciteit. Ja, maar ze konden op een gegeven moment niet voorbij. Ik bedoel, we rijden allemaal op ons max op het ogenblik naar beneden toe. En dan gaat het vrij hard. Het is zo'n 65, 70 kilometer. En ze willen allemaal graag nu. Kijk, komt de volgende demarrage aan. De Lyon. Van Lanker is weg. Mooi tussen de bloesem. Rooks houdt zich voorlopig rustig. Daar in het midden van die groep. Twee man weg nu. En het stopt voorop bij Jantje Simons. Hier zijn we bij alweer Erik van Lanker. En we zijn bij Gianetti. Van Lanker en Gianetti. En in de groep daarachter, daar wordt op het ogenblik niet gereageerd en dan zal alleen Lauritsen dat nog gaan proberen. En het is de vierde keer dat Van Lanker een poging waagt om alleen in Meersen aan te komen. Het gaatje is 60 tot 100 meter nu. Niemand reageert, Kuhm, Rhodes aan de kop, niemand doet wat, Bauer niks, er wordt gekeken alleen maar. Gianetti heeft in de klassiekers redelijk goed gereden. Was heel goed verleden jaar in Zürich. Zeer goed reed hij toen, de hele dag aan de leiding. We kijken naar de twee en naar het verschil. Daar is weinig overeenstemming. Nee, hier wordt absoluut alleen maar gekeken. En niemand wil hier hard rijden. Rooks is naar de kop gegaan om het werk toch op te knappen. Ja, wat mij nou zo verbaast is dat in de enige thuiswedstrijd die sterke ploeg van Rooks eigenlijk hem geen helpende hand kan bieden. Maar dan ook niets, want hier achter mij, dus dikke 20 seconden, daar zitten dus nog Kelly en Teunissen. Poirier in tweede positie, die wil helemaal niet overkomen. Dan doet Bauer maar mee. Maar die rijdt natuurlijk niet in verband met Gianetti, die stoort alleen maar. Breukink kijkt. En Kuhm gaat maar weer eens op zoek naar de kopgroep. Maar Breukink is aan het wiel. En kijk eens die Boyer, de man die zich zo klein maakt, die spaart krachten. Sergeant is mee, Bauer is mee. Maar er wordt niet gefietst op het ogenblik. Er wordt meer gekeken dan gefietst. En er wordt ook naar achter gekeken, want daar heeft men nog altijd oogcontact met de groep Kelly. Jan Simons, links, de man uit de ploeg van Priem, dacht ik, gaat demareren, maar hij maakt tempo. Lauritsen behoort ook nog tot deze groep. Het verschil tussen de groep achter de twee en de groep Kelly is nog 50 meter. Dat kan een reden zijn waarom een aantal mensen hier niet rijdt.
We zijn terug bij Giannetti en Van Lancker. Dat kan een reden zijn dat Rooks wacht op versterking natuurlijk, want het is te gek. Ja, ze zitten allemaal te kijken nu en het gaat gebeuren. We krijgen een hergroepering achteraan, achter de twee dus. Ja, want ik wou net zeggen, Mart, het was te gek dat Bauer daar met twee helpers zit en Rooks alleen. Dat kan natuurlijk niet. De koplopers. Giannetti is 25 jaar. Sinds 85 professional, woont in Isone. 78ste in het wereldklassement, geen slechterik dus. En heeft tot nog toe één wedstrijd gewonnen. Werd toch zevende in het eindklassement van de Ronde van Zwitserland en daar kun je wat. En Erik van Lancker behoort al jarenlang tot de beproefde mensen van Post. Maar hier is dan de reactie van Steven Rooks. En Kelly is mee. En daar die hele groep. Alles komt bij elkaar. Jawel, algemene hergroepering. Het schuift helemaal in elkaar. Dat gaat wat worden nog in die laatste tientallen kilometers. De samenwerking tussen die twee vooraan is trouwens voorbeeldig te noemen. Heb je een idee hoeveel voorsprong ze hebben? Ik sta zelf te timen, Jean. En je weet wat het is, eigen waarneming. Dat gaat naar de 25, misschien wel naar de 30 seconden, meer al. Dat gaat naar 35 seconden toe. ...40 seconden zelfs. Hier Teun van Vliet. Een grote groep. Yvonne Madiot. Wampels rechts. Daar zit geen tempo meer in, Mart. Dus die zullen nog wel even verder weglopen, die twee. Dat lijkt me wel. Want ik zei het al, ze werken heel goed samen. En die Giannetti is in dit soort wedstrijden met die vele klimmetjes, dat veel tempo wisselen, is die Giannetti een hele gevaarlijke klant. Van Lancker is al beroepsrenner sinds 84. Beide dus uitblinkers in de Ronde van Zwitserland met veel hoge cols. Zijn ervaren beroepsmensen. We zien hier op de rug Per Pedersen met Dirk de Wolf weer, Wampers. Dit is Per Pedersen uit de ploeg van Bernard Vallet, deze man. Hij komt uit Scandinavië. Wampers rijdt natuurlijk niet, want zijn ploegmaat Van Lancker zit van voren. Kuhm in derde positie. Kelly in vierde, die schakelt. En daar gaat Claude Criquelion. Jawel. Wie heeft hij aan zijn wiel? Teuntje van Vliet. Bauer reageert. En Nico Verhoeven gaat mee. Criquelion, Van Vliet, Bauer, Verhoeven. Veel publiek vandaag, de hele dag al, langs de wegen. Misschien wel 150.000 mensen. Vooral op de hellingen natuurlijk. Terwijl wij klimmen binnenrijden, Peter Post, moet dit zo, Alain van Lancker naar voren? Ja, we moeten toch iets doen. We zijn toch geen goed in de wedstrijd in de finale. En we moeten gewoon aanvallen. Goed zo, dankjewel. Even kijken hoe het verder bij de ploegleiders van voren gaat. Rij even door, zo. De twee dus, vooraan met in de achtervolging Bauer, Verhoeven, Criquelion en Van Vliet. Criquelion mag het werk doen. Bauer doet niks, want die heeft een ploegmaat voorin. En Van Vliet doet niks, die heeft ook een ploegmaat voorin. Dus als Nico Verhoeven niet meewerkt, dan stopt Criquelion met zijn actie. Maar daar komt Verhoeven. Jawel.
En hij rijdt. Was ook al met Frans Maassen ontsnapt in de Ronde van Vlaanderen. Weet u het nog? In de regen. Ze namen een bocht. Maassen ging onderuit. En toen was hij alleen op weg naar de Oude Quaremond. Goed klassiek renner. Wordt afgelost door Criquelion. De Waal heeft misgetast door een fatale tactiek in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn ploeg reed zich morsdood voordat de Côte de Cambrai eraan kwam toen Kelly en Delgado weggingen. Nee, Van Vliet neemt natuurlijk niet over. Dan Criquelion maar weer. Kijk, die twee moeten achter elkaar aflossen natuurlijk. Want dat lijkt nergens op. Kijk, Van Vliet sluipt nu daartussen. En dan Bauer. En dan moet Verhoeven uit vierde positie terugkomen. En die moet dan een meter of acht overbruggen eer hij weer tempo kan maken. Dat gaat natuurlijk niet. Kijk, nu kijkt Criquelion, waar zit Verhoeven? Die denkt, ja. Achter in de groep is het een soort van spel wat niet te begrijpen is. Daar staat men bijna stil. Verhoeven. Daar rijdt niemand en de koploper is Per Pedersen. Dat zegt heel veel en daar zit men te lachen nu wij doorrijden. Criquelion drinkt zijn verdriet maar even weg. Verhoeven? Nee. Hij vraagt Van Vliet om ook een beetje mee te rijden. Maar dat doet Van Vliet natuurlijk niet. Want dan krijgt hij ze straks op zijn falie van Peter Post. We gaan kijken naar het peloton. Onder aanvoering, zoals we hoorden van de matchmates, van Per Pedersen. Die zagen we daarnet ook al op kop. Twee man dus aan de leiding. Daarachter vier en dan deze groep. Maar ik verwacht toch zeker nog wel iets van de ploeg van Jan Gisbers. Ja, maar die zit in morsdood, Jean. Rooks heeft redelijk doorgereden. Kelly maakt geen goede indruk. Teunissen heeft ook het beste eraf. Dat zou dan heel verrassend zijn. Goed, hier komen we dus bij die groep daarachter. U ziet het nu, nou daar komen de heren aan. Is dit een finale van een klassieker? Nee. Plankaart demareert. Plankaart wil dan wel. Nu pas, nu we al een gat hebben van ruim 30 seconden met de 4. Maar hij komt niet weg zoals u ziet. We naderen Valkenburg en de man die onmiddellijk reageerde was Peter Stevenhagen uit Haarlem, tegenwoordig in Zwitserse dienst. Want hij heeft een ploegmaat Gianetti van voren en zijn kopman rijdt in het groepje met Criquelion en dat is Bauer. Waar zijn op Nico Verhoeven de Nederlandse toprenners? Demarrage van het nummer 195 en die luistert naar de naam Sammy Moreels. En dit is niet de eerste de beste. Hij was vierde in de Waalse Pijl. Hij was vijfde in Luik-Bastenaken-Luik. Een 23-jarige debutant. Drie man weg onder aanvoering van Moreels uit die groep. En wij zijn in Valkenburg, waar zo aanstonds de beklimming van de Kouberg begint. Daar is het nog 15 kilometer naar de streep.
En we zien de vier achtervolgers. Bauer, Crickleyon, Van Vliet en Verhoeven uit de lucht. En daarvoor moeten dan nog Van Lanker en Gianetti rijden. De Kouwberg, de op één na laatste helling, zo aanstonds. Voilà, de twee, Van Lanker en Gianetti. En we kijken naar de vier, die naderen. Ontegenzeggelijk en onder impuls van Crickleyon. Hij kan op de Kouwberg zeker een driekwart minuut goed maken. Bauer in het wiel. Teun van Vliet in derde positie. Bauer in vierde. En het is altijd maar Crickleyon die het tempo aangeeft. Met Nico Verhoeven af en toe. Hier zijn ze op de Kouwberg. 14% helling. Het parcours van het wereldkampioenschap in 1979. Ik schat dat het verschil 250 meter is. Crickleyon trekt keihard door. Nico Verhoeven in het wiel. Van Vliet in derde positie. En Van Vliet moet een gaatje laten vallen. En Bauer zit nog achter Van Vliet. Daar gaat Crickleyon. Hij is weg met Nico Verhoeven. En hier komt Bauer. Heeft hij de macht om tot bij Crickleyon en tot bij Verhoeven te komen. En Crickleyon lost ook Nico Verhoeven. Crickleyon ontketende Waal op de Kouwberg, op zijn terrein. Hier de zwoegende Nico Verhoeven, die doet wat hij kan. Nog even Nico, en je bent boven. En dan kun je misschien op het valsblad je verlies goed maken. 10 meter achter Verhoeven rijdt Bauer, daar weer 10 meter achter Van Vliet, die opgeeft. Die trapt niet meer. Crickleyon in achtervolging op Van Lanker en Gianetti. Veel mensen ook daar weer. Hier is hij. De Waal, de winnaar van de Waalse Pijl. De grote geklopte van vorige week zondag. Het verschil tussen Crickleyon en Verhoeven is 60 meter al. Hij kijkt eens om. Ze hebben los moeten laten natuurlijk. Regelrecht uit het wiel gereden op de Kouwberg. En nu is Crickleyon alleen. En kan die wellicht met succes het gat dichten naar Van Lanker en Gianetti. Bauer bij Verhoeven. Hier is Van Lanker. Van Lanker. Op het valsblad. Hij kijkt om. Het is nog 100 meter afstand tussen Crickleyon en de mannen op de kop. En Van Lanker. Die een hele goede indruk maakt. En nu de Zwitser kennelijk heeft losgegooid. Erik Van Lanker. Hij is al de laatste 100 kilometer voortdurend bij vluchtpogingen betrokken. U heeft van Peter Post het consigne gehoord voor zijn ploeg voor vandaag. Aanvallen. En het heeft vandaag alles met de tactiek te maken. Hier Crickleyon. Crickleyon is nog 100 meter af van Gianetti. Situatie dus Van Lanker, Gianetti, Crickleyon, daarachter Verhoeven, Bauer en daarachter Van Vliet, zo hij al niet is teruggepakt. Mooie coureur, 29 jaar, 30 is hij al. Wat een kracht dit mens op het ogenblik. Fantastisch, ik zit nu vlak achter hem. Hij draait die grote molen in een prachtige cadans op en hij slurpt zo direct de man voor hem op en dan gaat hij door. Let maar op. Hij is pas eigenlijk zich bewust geworden van zijn vermogen toen hij in Barcelona wereldkampioen werd. Daar ziet u voor zich, ziet Crickleyon de Zwitser. Schakelt dan nog maar een tand bij. Ja, dit is puur macht hoor, de rest mag je uit het woordenboek wegstrepen. Mooie finale op die manier. Waar zijn de Nederlanders? Voorlopig nog nergens. Dan gaan we erop en erover, let op. Gianetti schakelt weer bij en probeert in het achterwiel mee te gaan. Hij heeft het geluk dat die aansluiting op een stuk vlakke weg volgt, want was het bergop, was hij zo gelost. Nu hebben we dus alleen nog Van Lanker voorop.
op zeg maar een 12 kilometer voor de streep. En ik denk dat het verschil 250 meter is. Hier is die. Van Lancker gaat zo aanstonds rechts omlaag de Brakkeberg af. Daar waar wij straks omhoog zijn geklommen en waar Wampers zijn aanval deed. Gianetti helpt Warempel nog Criquelion mee, dus die is snel hersteld. Die heeft alleen niet die klim van de Kouberg kunnen overleven. We zijn dus weer in Bergen ter Blijt. We gaan afdalen naar Geulem. En Gianetti probeert door te drinken en te drinken misschien nog wat vloeibaar voedsel, nog wat op krachten te komen. Want hij is nog niet geklopt. We gaan de afdaling af. Gaat hard naar beneden. Kijk eens wat voor een molen die Criquelion ronddraait, zeg. Er zijn een paar gevaarlijke bochten in deze afdaling van de Vogelzangweg. Beneden bij het kasteel moet je dus scherp naar links. Even nu naar rechts. En er zijn al renners beneden in die bocht onderuit gegaan. Criquelion en Gianetti halen gemakkelijk die bocht daar bij dat kasteel en gaan door met hun achtervolging op Erik van Lancker. Nog één helling en die volgt een paar honderd meter verder. En ik vermoed, Mart, dat daar Criquelion van Lancker wel eens zou kunnen gaan pakken. Zo sterk als hij rijdt. Hij rijdt fantastisch, echt waar. Bauer met Verhoeven op een meter, nou 100 meter, 150 meter achter Criquelion. We zijn aan de voet van de laatste helling, 9% klimmen in Geulhem, de Geulemerberg. Van Lancker is al gepasseerd en we blijven even kijken wat Criquelion doet. Kijk, dat is zijn terrein. Dit is zijn laatste kans eigenlijk om dat gat met Van Lancker te dichten. Kijk eens hoe die omhoog gaat, zeg. Wat een macht straalt deze man uit. En die Gianetti, ik heb medelijden met hem. U zag even dat wiel komen van Gianetti. En hij krijgt het hard te verduren. Hij rijdt ook een kleiner versnellingje, een trutterig versnellingje, maar hij moet wel. Criquelion heeft inmiddels gekeken en ziet nu Bauer komen. Bauer en Verhoeven, we zagen ze ook even helemaal daarachter op zo'n 100 meter inderdaad. Dus Van Lancker voorop, dan Criquelion hier met Gianetti, die wonder boven wonder het achterwiel van de Belg kan houden. Waar is dan Van Lancker? Die moet daar voor rijden. Criquelion nu in volle klim. Deze klim is 1200 meter lang. Daar komen Bauer en Verhoeven. Toch een mooie finale weer. Prachtig om te zien. Verschil is 20 seconden tussen Van Lancker en Criquelion Gianetti. We zien hier dan het verschil tussen Criquelion Gianetti en Bauer en Verhoeven. Dat zijn de twee groepjes waartussen de cameraman in de helikopter pent. Hier Criquelion is boven en is nu op het vals plat met aan het wiel nog steeds Gianetti. En nu kijken we naar de achtervolgers. Die hebben inmiddels aan... Nee, ze zijn nog met z'n tweeën. Steve Bauer en Nico Verhoeven. Bauer aan de leiding. Hier zijn ze. Het is nu 18 seconden nog. En daarachter rijden dus deze twee, Verhoeven en Bauer. De Canadees en de Brabander. De verschillen zijn toch nog vrij gering. En ze vechten voor een laatste kans. We zijn terug bij de koploper. Die toch een formidabele indruk maakt. Zeg. Het zal toch niet gebeuren dat Erik van Lancker na Wampers als tweede knecht eigenlijk van Post een belangrijke wedstrijd gaat winnen. Terwijl Van der Aarde, de kopman en Van Vliet daar niet in slagen.
We zijn het al eerder, hij verkeert in een grote dag. Anders kun je dit niet. Erik van Lanker wordt eind deze maand 28. Vroeger zei men van hem dat hij een toekomstige rondewinnaar zou worden, nadat hij formidabel gereden had in de Tour de l'Avenir. Maar hij is een beetje blijven hangen, hij is zo een beetje in een knechtenrol terechtgekomen. Kijken naar het achterland, nog geen Criquelion en nog geen Gianetti te zien. Een beetje zo tussen het wal en het schip, zeg maar, terechtgekomen. Veel ondankbaar werk moeten verrichten. Criquelion en Gianetti. En misschien kan Criquelion straks heel in de verte een glimp opvangen van het escorte rond Van Lanker. Dan kan ik dat ook, want ik zit nu bijna in het wiel van Criquelion en hij ziet hem nu rijden. Hij ziet hem nu letterlijk rijden. Dus de Zwitser helpt nu mee, het gaat bergaf. Dit is de afdaling van het wereldkampioenschap, het is het 79. Terug bij Van Lanker, die alleen dus die snelheid moet opbrengen na al die inspanningen die hij zich al heeft moeten getroosten. De neutrale materiaalwagen was dat, die even langskwam. Criquelion kijkt waar Bauer en Verhoeven blijven. En het verschil wordt kleiner. Die trein van Criquelion doet het dan toch. Daar gaat de wagen van Peter Post naar voren om Van Lanker mentaal, moreel en wat iets meer te ondersteunen. Voor zover dat nog mogelijk is bij iemand die toch al 100% geeft. En het wordt kleiner. Gianetti die mag de hemel danken dat hij, toen hij gelost werd door Van Lanker, Criquelion op zijn weg heeft gevonden. Kijk, in die afdaling kan hij af en toe wel uit het wiel komen. Maar als er echt macht moet worden gegeven, dan is alleen Criquelion er. Post naast Van Lanker. Dat helpt heel even. Post nu zelf achter het stuur. In het eerste gedeelte van de wedstrijd liet hij zijn collega-ploegleider rijden, Walter Plankaert. Terug bij Criquelion. We komen steeds nader en steeds nader. Voordat we de Ambi bereiken, dan zitten ze in de motoren en de auto's. Oh ja. Die die overneemt. We hebben nog zo'n 6500 meter af te leggen naar de streep. Een pakkende finale, net als vorig jaar, weet u nog? Toen Nijdam 17 seconden slechts verdedigde en met succes. Gianetti en Criquelion. En de ploegleider Cagli daar aan het stuur van die auto met de laatste instructies voor Gianetti. Nu komen Bauer en die komen terug. Verhoeven eraan. Criquelion ziet dat en rijdt minder hard. Heeft gekeken, weet dit, Gianetti kijkt en hier komt het verschrikkelijke spierbundeltje Bauer met Verhoeven aan. En die zitten allebei op de 12e rossen met Verhoeven. Bauer, Criquelion en Gianetti zijn we nu. Maastricht nu op de grens en we hebben 400 meter achterstand op Van Lanker. En nu is het natuurlijk zeer kritiek geworden voor Alain Van Lanker. Alleen tegen vier mannen, waarvan ook nog twee ploegmaats en dan die verschrikkelijke Criquelion die zo hard kan rijden. Wat gaat dat worden, zeg? 20 seconden is het verschil. 20 seconden voor nog 6 kilometer hier op de bocht. En elke keer vraag ik me af, hoe kunnen ze het? Je ziet 20 seconden om precies bij die stoeprand uit te komen. Hè? Vol in die bocht, dat scheelt seconden. Nico Verhoeven aan de leiding. Intrinsiek is hij de snelste sprinter. Maar hij geeft er nu een snok aan waar de anderen niet goed van zijn, want die moeten vol in de beugels. Verhoeven die trekt toch hard door. Criquelion die nu een beetje zijn krachten spaart, want dat gebeurt meestal als twee ploegmaats in een jachtgroep aanwezig zijn. Er wordt gesproken tussen Bauer en Verhoeven. Maar Bauer en Criquelion in een groepje samen, Jean. Ja, want u beleeft hier een soort finale van het wereldkampioenschap in Ronsen. Die twee, ik herinner er nog maar eens aan, Bauer en Criquelion, die liggen zeg maar in een rechtsgeding
voor de rechtbank van Oudeaarde. We kijken naar Van Lanker. Die rijdt door Ambi. Met de moed en wanhoop natuurlijk. Goh. Als hij dat houdt, is het een wereldprestatie. We zijn bij de kerk. Met Van Lanker. En Post erachter. En bij die kerk kan ik klokken hoe groot de achterstand van de vier is. Want ik heb Van Lanker hier. Up. 18 seconden. 18 seconden heeft 2 seconden verloren. En Krikkel Jon doet natuurlijk geen meter. Op. Nee, want die ziet liever iedereen winnen behalve Bauer. Deze man, weet u het nog, in Ronsen, hij ging naar het dranghek toe en Krikkelejan, die hem wilde passeren, viel op 75 meter voor de streep. En sindsdien zijn het gezworen vijanden. Nog 20 seconden steeds. Nico Verhoeven, die alles geeft wat hij heeft. Gianetti perst de laatste reserves eruit. Bauer komt niet meer of nauwelijks op kop. Die spaart zijn krachten. De knechten moeten het nu opknappen. En wedden, als er nog een hergroepering komt, dat Krikkelejan dan onmiddellijk demareert. Blijft 20 seconden. We naderen de finish en naderen. Links de witte boerderij, dat is op 2500 meter voor de streep. Er zijn kansen voor Van Lanker. Hier is hij. Op de brug. Nog 1,5 kilometer voor Erik Van Lanker. En ze kunnen hem nu zien. Want de andere vier komen op die brug af. En voortdurend Verhoeven en Gianetti. Ongelooflijk dat die man daar vooraan stand houdt. Die moet werkelijk in een superieure dag zijn. En nu op de brug. Nog 16 seconden. 22 seconden wordt er uit de koers gezegd. Het is misschien genoeg. Vanaf het moment dat Krikkelejan zijn benen heeft stilgehouden, is het gebeurd. Dat is dan de vraag van Ronsen, mag ik het zo noemen? Alleen maar Verhoeven op de grote versnelling. We naderen het doek van de kilometermarkt. En wij slaan nu rechtsaf diezelfde straat in met de vier. We zijn nu op minder dan 1000 meter. Nee, daar hangt het doek. De volgende groep nu op 1000 meter. Van Lanker is door en houdt 20 seconden. Nou, dat wordt een schitterende overwinning. En daarmee wint Post dan, als we even erop vooruit mogen lopen, zijn tweede grote wedstrijd. Prachtig gedaan, al in het zicht van de camera's. Jawel, en verdiend. Ik zeg het, verdiend. De grote man geweest in de finale. 5 keer aangevallen. En dan tot slotte winnend deze 24e goldrace afsluiten. Prachtig gedaan. Erik Van Lanker kijkt tussen die auto's door. Geen gevaar te duchten. Hier komt hij. Na een fantastische solo. Erik Van Lanker wint na een prachtige soloren de 24e Amstel Gold Race. En we gaan kijken naar de sprint voor de tweede plaats met Bauer aan de leiding. Gevolgd door Krikkelejan. Krikkelejan naast Bauer. Daar komt Nico Verhoeven rechts aan de buitenkant. Wie gaat het halen? Nummer 2 wordt Krikkelejan. Nummer 3 Bauer. Nummer 4 wordt Verhoeven. En dan vijfde wordt Gianetti. Op 25 seconden.